Soms weet je de groeifactor in uren, maar wil je de groeifactor in dagen gebruiken? Gelukkig is dat makkelijk om te zetten. Het aantal mensen wat besmet is met een virus groeit exponentieel. Neem een beginhoeveelheid van 500 besmettingen en een groeifactor van 1/15 per dag. Je kan hierbij een formule maken met H is 500 keer 1/15 tot de macht T. Maar misschien is het wel veel handiger om de groei van de virusuitbraak niet per dag te volgen, maar per week. Dan heb je een andere formule nodig waarbij de groeifactor voor de groei van een week staat. Dit kan je doen door de groeifactor van 1 dag, 1/15, tot de macht 7 te doen. Er zitten immers 7 dagen in een week. De groeifactor wordt dan 17/900. De formule die bij de groei per week hoort wordt dan H is 500 keer 17/900 tot de macht T. De bevolking van de gemeente waar ik woon groeit ieder jaar met 0,3%. De groeifactor per jaar is dan ook 1/3000. In het jaar 2000 wonen er 23.000 mensen. De formule die hierbij past is dan ook H is 23.000 keer 1/3000 keer 1 T in jaren. Voor 5 jaar is de groeifactor 1/15000. In deze formule staat T voor stappen van 5 jaar. Vul je op de plek van de T het getal 3 in, dan reken je dus het aantal inwoners na 15 jaar uit. Voor 10 jaar is de groeifactor 1/300 en voor 25 jaar is het 1/800. Als je de groeifactor kan aanpassen voor meer tijd, kan je dat natuurlijk ook aanpassen voor minder tijd. Als je de groeifactor voor een uur weet, in deze formule is dat 1/2100, dan kun je ook de groeifactor voor een half uur nemen. Als we de groeifactor voor 12 uur zouden willen uitrekenen, dan zouden we die tot de macht 12 nemen. Nu willen we de groeifactor voor de helft van de tijd nemen, dus doen we deze tot de macht 1/2. Dat geeft 1/1. Dat is dus de groeifactor voor een half uur. Wat je ook kan volgen is de regel, als je de groeifactor weet, is de regel, als je van de tijd gelijk aan de wortel van de groei van de tijd gelijk de wortel van de groeifactor nemen, geeft dezelfde uitkomst als de groeifactor tot de macht 1/2 doen. Het is dus hetzelfde, je kan het allebei gebruiken. Zelf vind ik de manier tot de macht 1/2 fijn, omdat je dan iedere keer hetzelfde doet, of je nou de groeifactor voor een langere tijd of juist een kortere tijd wilt uitrekenen. Of je nou een langere of een kortere tijd bezig bent met wiskunde, de groeifactor omzetten moet nu geen enkel probleem meer zijn. Ik zeg bedankt voor het kijken, het liken, het abonneren en graag tot de volgende keer.